Wanneer je het oneens bent met Immanuel Kant, is het verstandig om eerst aan jezelf en dan pas aan Kant te twijfelen. De Duitse wijsgeer is immers een van de meest scherpzinnige geesten aller tijden. In zijn derde kritiek, Kritiek van het oordeelsvermogen, stelde Kant een rangorde op van de belangrijkste kunstvormen. Poëzie plaatste hij helemaal bovenaan, want poëzie geeft de verbeelding de grootste vrijheid. Helemaal onderaan plaatste hij vreemd genoeg de muziek. Muziek zou volgens Kant geen moreel nut hebben. Muziek speelt enkel met onze sensaties. Daarom is muziek voor hem misschien wel de meest genietbare, maar de minst verheffende kunstvorm. Voor één keer wil ik het misschien wel oneens zijn met Kant en zijn oordeelsvermogen over de muziek betwijfelen.